bij ArtTech. Techniques, technology, technieken, technologie, daar gaan we het over hebben. Met vandaag, hoe vouw je je reflectiescherm weer op? Een reflectiescherm is eigenlijk een scherm die je gebruikt om objecten bij te lichten. Ik heb daar bijvoorbeeld de lamp staan. En als ik hier het licht zou doen, dan zie je dat ik mijn gezicht aan deze kant wordt bijgelicht. Want zo zijn er ietsje schaduwen en zo licht je bij. Stel je bent buiten en midden op de dag ga je een fotoshoot houden. Het licht is vrij fel rond een uur of twee van boven. Dus dan vallen er best wel harde schaduwen een beetje onder je gezicht. Stel je neemt een reflectiescherm mee. Je hebt ze in allerlei vormen en maten. En je licht vanaf beneden wat bij, zodat de schaduwen gewoon wat zachter in het gezicht worden of misschien wel helemaal wegvallen. Mijn reflectiescherm is 82 centimeter. Je hebt ze ook van heel klein, die je gewoon heel gemakkelijk mee kunt nemen, tot hele grote schermen. Je hebt ze in het zilver. Wat is dit voor kleur? Beetje tussen goud en zilver in. Beetje, ze noemen het ook wel zonlicht of daglicht. In het goud, voor een beetje warmer licht, zilver meer voor koude reflectie. En wit. En je hebt ook nog zwart om licht te blokkeren bijvoorbeeld. Of groen voor een vrij simpele green screen die je overal mee kunt toenemen. En ook een blue screen, wat ook met videobewerking vaak wordt gebruikt. En je hebt ook gewoon transparante. Als je bijvoorbeeld een vrij harde lichtbron hebt en je zet deze dus zo voor, dan wordt het een beetje diffuser en wordt het licht wat zachter in plaats van één zo'n harde straal. Het werkt een beetje net zoals een softbox. Maar ja, hoe past dit reflectiescherm in deze hoes? Dat is niet zo heel ingewikkeld. Je pakt het reflectiescherm vast met beide kanten. Ene hand hier. Andere hand draai je om. Dan ga je het reflectiescherm draaien. Tot een soort van achtje. En dan draai je door. En kom je hem tot dit formaat. Goed vasthouden. En dan past hij in deze hoes. Nog een keer. Je pakt de beide kanten vast. Eén hand draai je om. Je draait naar een soort van achtje en je draait hem door. Je doet hem zo in de hoes. En de kleurtjes, dat is ook een soort van hoesje. Ik hoop dat je zoals altijd er iets aan hebt gehad. En tot de volgende keer.